In de grondwet is niet duidelijk omgeschreven wat verstaan wordt onder staatsveiligheid. Dus welke gronden genoemd moeten worden onder staatsveiligheid. Het is niet duidelijk omschreven. En dat maakt hem multi-interpretabel. Toch? En dat geeft opdracht aan de regering. En de wetgevende, mag u helaas niet verklappen wat daar is gebeurd, comité-generaal. Maar de regering heeft in ieder geval het besluit genomen om een aantal wetten in place te zetten die voor de rest van de tijd die we hebben in die samenleving, whatever hoe je het wil uitdrukken, deze dingen geregeld worden. 40 jaar lang is het niet geregeld. Er is niet eens geregeld hoe die verhoudingen zijn in een uitvoerende wet op grond van de grondwet. Het eerste wat ik zei toen ik pas minister was, geloof 3 dagen minister, ik wil een wet hebben vrij gauw over de verhouding tussen de machten. Omdat ik als jurist, vooral als docent op de universiteit, wetenschapper, al vrij vroeg inzicht had in wat er gebeurde. Snap je? Met die rechtsontwikkeling enzovoorts. Ik had daar ook voor. Dus het eerste wat ik zei, er moet een wet komen dat harmoniseert. Zo heb ik het genoemd. En ik hoop dat de actoren mij nu begrepen. En ik ga er nu voor, want dit is manifest voor het feit dat die wet er niet is. En dit is zo'n situatie dat de rechtelijke macht begint te hollen, uitvoerende macht houdt misschien ook, wetgevende ook, moeten we niet meer hebben. Ook als ingezetene van dit land ben ik wel geschrokken van wat u zegt, dat er dus zoveel mis is met de rechtelijke macht en met de veiligheid. Maar wat ik niet zo goed snap is hoe u dat dan met het stopzetten van deze ene zaak dat fundamentele probleem wil oplossen. Ja, ik ben heel erg blij met die vraag. Dat geeft mij de mogelijkheid om aan te geven. Ik heb het al een beetje aangestipt toen ik het had over wetten die gaan moeten komen. Maar ik kan u verzekeren, ik voel me nog niet bevoegd hoor, om inhoudelijk in te gaan op een aantal dingen, omdat dat nog in de discussiefase is. En ik breng mijn president nooit in de verlegenheid. Maar ik kan u verzekeren dat dit tot het einde moet komen. Hoe? Daarmee zijn we nu bezig. Er zijn verschillen, ja. Er zijn verschillende methodes om die vrede en harmonie terug te brengen. Er zullen pijnlijke momenten zijn enzovoorts. Maar ik denk dat de uitvoerende macht verplicht is om door te gaan om die harmonie te brengen. En moet nog worden uitgedacht hoe enzovoort. Dat is 1 fase. Tweede is, wanneer we nu constateren dat het nu tijd wordt na 40 jaar om net als alle andere landen de uitvoerende wetten te hebben, zo noemen ze de organieke wetten, te hebben, zodat zaken die globaal in de grondwet staan beter geregeld worden, dan moet justitie dat oppakken, want dat is nou net iets dat op het bord van mij ligt. En geloof me, we gaan het doen. Als je goed kunt herinneren, wilde men in de tijd president Weidenbos afzetten. Het kon niet, omdat er geen organieke wet is. Zoals je had met Clinton, toch, die impeachment. Je hebt, Nederland heeft ze ook, je hebt organieke wetten nodig om uit te voeren wat in die grondwet in zijn algemeenheid bepaald is. En nu is die grote job, en geloof me, ik ga hulp zoeken, fondsen zoeken, om dit grondig aan te pakken. Er moet iets duurzaams gebeuren binnen dat staatsrechtelijk, bestuursrechtelijk bestel.